Onze dorpsverteller vertelt verhalen die niet in de krant komen te staan. Dat zijn streekverhalen, spookverhalen, dorpse lariekoek. Maar wel vaak verhalen waar een zeker mysterie aan kleeft. Waar niemand eigenlijk een goede verklaring voor heeft. En die zich afspelen in onze directe omgeving. En als je nu denkt dat spookverhalen iets is uit het verre grijze verleden, heb je het mis. Want ze ontstaan vandaag de dag nog steeds. Alleen, ze komen niet in de krant. En het wordt alleen maar op deze manier aan elkaar doorverteld. En die verhalen zijn vaak zo mooi en zo interessant dat ik ze ben gaan opschrijven. Een van die verhalen heb ik nou geschreven in dit boekje. De Drieling van Terhode. Dat gaat over drie zussen die vermoedelijk over toverkracht beschikken. En daar de dingen mee naar hun hand kunnen zetten. Een prachtig leuk streekverhaal. Ik heb dat boekje niet alleen geschreven, dat verhaal, maar ik heb het ook rijkelijk geïllustreerd. Met tal van tekeningen die slaan op het verhaal natuurlijk. En dit boekje wil ik op de markt gaan brengen. En daar kom ik nog wat geld voor tekort. Vandaar dat ik deze crowdfundingactie op heb gezet bij Voor de Kunst. En ik hoop dat u mij hiermee gaat helpen om dat bedrag bij elkaar te krijgen, want het boekje ligt al bij de drukker. Het is nu een kwestie van de centen bijeenhalen, zorgen dat de drukker op de knop kan drukken en dat de boekjes uit de machine komen en dan kunnen ze op de markt. Wie mij wil helpen, alvast heel erg bedankt. En alle informatie hierover kunt u lezen op de site van Voor de Kunst. En ik hoop dat we elkaar mogen ontmoeten hier in het Zeeuws-Vlaamse, want ik ga het boekje niet zomaar opsturen, nee. Voor degenen die gedoneerd hebben, hebben we een hele leuke middag of avond bedacht. Hier in het Zeeuws-Vlaamse met de voordracht van het verhaal.